Roosje is een kleine helikopter. Hij kan vliegen als de beste. Budgie zie je steeds in nieuwe avonturen. Pippa, Chuck en Leonard zijn zijn beste vrienden. Budgie! Sweepen de wieken! Oh, Budgie is een kleine helikopter. Hij is super, kijk maar mee naar Budgie, de kleine helikopter. Weer en verkeer. Pippa kwam net terug van een klusje en landde op het vliegveld Harefield. Maar de tweeling zag dat er iets raars was aan de manier waarop ze landde. Ken? Ja? Waarom is Pippa net aan de verkeerde kant geland? Wat? Och! Och! Aan de verkeerde kant? Achterstevoren? Nee, Ken. Meestal komt ze binnen vanaf die kant. En deze keer kwam ze vanaf die kant. Oh, maar dat komt omdat vliegtuigen altijd tegen de wind inlanden. Die waait meestal uit het westen, maar vandaag staat er oostenwind. Hoe weet je dat? Dat kun je aan die windzak zien. Oh, ze was de weerhaan op de kerk. Je snapt het. Budgie, klaar voor het werk. Komt goed uit. Hoezo, Leonard? Op het vliegveld van Farnborough is een verkeershelikopter uitgevallen. Ik wil dat je ze daar gaat helpen. Maar waarmee dan? Je moet autofiles gaan opsporen. Oh, maar ik weet niet hoe dat moet, Leonard. Dat leggen ze daar wel uit. Nu vlug naar Farnborough, oké? Oké, ik ga al. Ha, die Budgie. Waar ga jij naartoe? Ik ben vandaag de hele dag de verkeershelikopter in Farnborough. Joepie, Budgie. Dat is geweldig. Ja. Waar ligt Farnborough eigenlijk? In het westen. Oh, waar is het westen? Wat? Tja, ik ben niet zo goed in de weg vinden. Budgie, de windzak wijst nu naar het westen. Oh, tuurlijk. Je vliegt naar het nieuwe vliegveld en dan rechtdoor. Wauw, bedankt Pippa. Dag. Farnborough is heel groot. Kan niet missen. Waar is het westen? Nou ja, zeg. Een weerhaan maken? Nou, ja, dat kan ik wel. Geweldig! Ja, cool! Er ligt genoeg oud ijzer in het magazijn. Mooi. Hoe werkt een weerhaantje, Mike? Nou, het lijkt een beetje op een pijl, snap je? De punt wijst de richting aan en hij heeft een grote staart. Geef me die tang eens aan, Lucy. Deze? Ja. De dunne kant is de aanwijzer en de dikke is de staart. Snap je? Ja. De wind blaast het brede stuk altijd naar achteren. En het dunne stuk wijst dan waar de wind vandaan komt. Oh, zo. En daaronder staan de letters die aangeven of dat het noorden, het zuiden, het oosten of het westen is. Ik snap het. Kun je hem weer aanmaken van die tang? Met Ken's een tang? Dat meen je toch zeker niet? Kijk hier, stukjes metaal. Wauw, Pippa had gelijk, Snowy. Farnborough is echt heel erg groot. Hallo daar. Ben jij van Harefield? Budgie, toch? Ja, ik kom helpen met de verkeerscontrole. Net op tijd. De ochtendspits is begonnen. Ik ben Dennis, hoofdverkeershelikopter. Je weet hoe het moet? Niet echt, nee. Heel simpel. Kijk waar de file staat en dan geef jij die informatie aan mij. Dan geef ik het door aan de centrale. Je kent de stad een beetje. Ik ben hier nog nooit geweest. Luister nou goed. Eerst noord langs de Ligusterlaan en dan west over de Hoofdstraat. Dan zuid via de Grote Kerklaan en als laatste oost langs de Stationsweg. Duidelijk? Goed zo, dan gaan we maar beginnen. Hou contact. Jongen, waar was het noorden ook alweer? Ik hoop dat dit het noorden is, Snowy. Ja, vast. Goed, dan is dit zeker de Hoofdstraat of de Grote Kerklaan. Oh, nee. Dennis voor Budgie. Ja, Dennis? Waar ben je nou? Ik vlieg over... Noord over de Hoofdstraat. Noord? Bedoel je niet oost? Oh, ja. Ja. Nou, hoe is het verkeer daar? Momentje.
zwiepende wieken. Wat? Het is vreselijk. Er staan enorme rijen auto's en er beweegt er niet eentje. Welke straat is dat? Dat weet ik niet, maar het is naast het station. Naast het station? Budgie, die auto's staan op een parkeerplaats. Oh. Luister, Budgie, ga nu naar het oosten, zoek de hoofdstraat en volg die. Ja, maar welke... Over en uit. Dennis? Hallo? Dennis? Goed dan. Daar gaat hij. Is hij al klaar, Mike? Bijna. Oh, Mike. Even wachten. En... klaar. Hey, wauw. Super. Dat is Budgie. Waar ga je hem zetten, Mike? Op die oude radiomast, op het dak. Prachtig. Dennis voor Budgie, waar ben je nu? Boven de hoofdstraat, denk ik. En hoe staat het met het verkeer? Het is heel erg rustig, Dennis. Mooi, ik heb hier een lange file staan. Ik leid ze wel om via de hoofdstraat. Over en uit. Jongen Snowy, ik hoop maar dat het echt de hoofdstraat is. Ik ga wel even wat lager om te kijken. Huh? Wat krijgen we nou? Budgie zei dat de hoofdstraat leeg was. Dennis voor Budgie. Waar ben je, Budgie? Over. Waar ben je, Budgie? Niet te laag vliegen, want dan kunnen we niet communiceren. Hallo, Budgie. Kon ik nu maar een naambordje vinden? Zwiepende wieken, wat is dat? Ah, ik schakel hem uit hoor. Phew, dat is beter. Wow! Wat denkt die gek dat hij aan het doen is? Ah! Nou ja! Oeps, Snowy, dat scheelde een haar. Zo, hé. Hey. Dit is vreselijk. Ik zoek maar even een rustig plekje op. Jongen Snowy. Ik ben blij dat dat voorbij is. Hey, jij daar. Dat is mijn landingsplaats. Wat? Ik heb een zeer belangrijke passagier aan boord. Hij gaat zo meteen dat standbeeld onthullen. Ga nou uit de weg. Ik wou alleen wat uitrusten. Ga onmiddellijk uit de weg. Nou, ik ga al. Hey! Oh nee! Oh, ik zie niks! Oh, pas op! Het standbeeld! Oh, nee! Moet je zien! Die helikopter! Het lukt hem! Kom op! Nou, ik denk niet dat jij een verkeershelikopter moet worden, Budgie. Nee, dat denk ik ook niet. Onze vaste verkeershelikopter is gerepareerd, dus... Ik mag weer naar huis. Maar zal ik jou eens wat vertellen? Jij bent het echt standbeeldexpert. Goed gedaan. Budgie voor Leonard, over. Ja, Budgie, ik heb gehoord wat er gebeurd is van Dennis. Oh nee. Nou ja, ik kom nu naar huis. Ik ben er zo. Dat is goed, Budgie. Oh ja, ik zie je daar al. Oh ja? Ik zie jou niet. Hier, achter de grote hangar. Maar ik ben de kerk nog maar net voorbij. Schei uit met die grapjes, Budgie. Maar Leonard... Verspil geen brandstof en ga landen. Ah, Pippa, jij ziet Budgie daar toch ook? Ja, geweldig, hè? Nee, dat is het helemaal niet. Hoe dat zo, Leonard? Chuck, is dat Budgie nu wel of niet daarboven?
Echt wel? Dat bedoel ik. En hij zei dat hij er nog niet was. Leonard van Budgie, Leonard van Budgie. Hoor je mij, Budgie? Hallo, Leonard. Je bent er. Ja, tuurlijk. Maar je bent daar ook. Hoe kan nou... Leonard, dat is een weerhaan. Een weerhaan? Je staat me toch niet uit te lachen, hè? Dit is niet grappig. Je eerste les morgen leren vliegen op je kompas. Ja, Leonard. En je vliegt als eerste naar het noordoosten. Oh, prima. Wat is daar dan, Leonard? Je moet vis ophalen. Oh, nee, hè?